Hi, welkom terug bij weer een nieuwe video. En zoals jullie aan de titel kunnen zien, gaat het in deze video over een horloge. En niet zomaar een horloge, maar een horloge dat al heel lang, maar dan ook echt... Nou, ik denk vanaf dat ik ongeveer een jaartje bezig was met mijn blog, dat ik al het horloge een keer voorbij zien komen, het type horloge. En ik dacht, oké, wauw. Ooit op een dag heb ik een echte houten horloge. En die dag is aangebroken, maar we zijn inmiddels 5,5 jaar verder. Maar ik ga het in deze korte video hebben over het Greenwatch horloge. Want Greenwatch is een hele toffe brand die inderdaad horloges produceert, maar ook gewoon helemaal van hout. Zoals je kan zien, ik heb voor dit horloge gekozen. En hij is echt fantastisch. Ik heb gekozen voor een iets donkerder exemplaar. En je had hem ook in lichter hout. Maar nou moet ik zeggen dat ik eigenlijk dit het mooist vind. Je kan het eigenlijk heel het jaar gewoon doordragen. En deze heeft ook wat stoers. Ik vind inderdaad het glasplaatje vind ik mooi. Ik vind de kleur hout vind ik mooi. En het ziet er gewoon heel netjes uit. Het is een prachtig horloge. En wat ik vooral leuk vind, zeg maar, als jij zo'n horloge bij Greenwatch koopt, is dat ze voor ieder verkocht horloge een boom planten. Dus voor iets krijgen ze iets, of tenminste de wereld krijgt iets voor terug. Er wordt natuurlijk onwijs veel gekapt. Bomen worden plat gegooid. We gebruiken echt heel veel papier. De plastic wordt al steeds wel meer benadrukt, zeg maar, dat we daarmee moeten oppassen. En dat gaat ook steeds beter. Maar dit is natuurlijk ook wel een dingetje. Maar als je op greenwatch.nl kijkt, zie je daar alle info. Ze regelen alles heel netjes. En inderdaad, voor ieder verkocht horloge planten ze dus een boom terug. Dus dat vind ik al wel heel erg mooi. Het is een goed initiatief. En je hebt aardig wat soorten. Ik had niet verwacht dat je zoveel soorten had. En je hebt natuurlijk ook voor de man, voor de vrouw. En je hebt dus licht tot echt donker hout. En volgens mij zaten er zelfs zwarte exemplaren tussen. Maar ik heb dus echt voor deze gekozen en hij werkt perfect. Het enige wat ik inderdaad wel lastig vind, maar dat had ik ook bij mijn andere horloges. Met de schakelband heb je natuurlijk altijd het probleem. Of nou ja, goed, voor mij was het een beetje een probleem. Maar dat je natuurlijk bepaalde schakels er tussenuit moet halen. Nu krijg je twee pinnetjes hierbij geleverd. Dus dat vind ik ook wel fijn dat er twee bij zitten. Want sommigen hadden één bij mijn horloge en die ging kapot. En dan heb je niks meer en dan moet je het met iets anders gaan proberen. Waardoor je dus het horloge gaat verpesten, wat zonde is. Maar ik heb drie schakels ertussen uitgehaald. Ik kan er nog eentje tussen uithalen. Dan zit hij gewoon echt goed strak om mijn pols heen. Want nu schuift hij nog. Maar het enige waar je gewoon moet opletten is wanneer je zo'n horloge, zeg maar, op maat wil maken. Kijk naar de puntjes aan de zijkanten. Want kijk, hier zie je bijvoorbeeld nog maar eentje. En hier zitten er nog twee. Dus als ik er nog één tussenuit zou moeten halen, zou ik er dus één van deze twee moeten doen. Dus zoals je kan zien, past deze er precies in. Hier moet je heel voorzichtig mee zijn. Je moet het gewoon op je gemakje doen. En je moet even gewoon draaien. Dat is het. Je moet de schroef eruit draaien, of course. Maar je moet ook proberen dat je het hout niet raakt. Want wanneer je het hout eenmaal gaat raken, dan gaat het fout. Want het hout is best wel kwetsbaar. En je moet zorgen dus dat je niet uitschiet of iets. Want dan gaat het niet goed. Alleen het enige dingetje is dus wel dat je heel veel geduld nodig hebt met zo'n iets. En ik moet ook eerlijk zijn dat ik echt wel 1,5 uur bezig ben geweest. Mijn moeder heeft ook nog meegekeken. Ja, en dan is het op een gegeven moment een soort frustratie. Maar sommige mensen zijn hier heel erg goed in en ik ben hier gewoon heel erg slecht in. Want het is eigenlijk gewoon een heel simpel iets. Je draait het eruit, maar ik heb, vind ik, te kleine vingers. Ik zit te prielen. Ja, nou zit hij al een stukje losser. Ik haal sowieso die laatste even eruit. En dan is het een kwestie inderdaad van het pinnetje eruit duwen. De schakel ertussen uithalen. Weer connecten met de andere schakel. Schroefje weer erin en naar rechts aandraaien. En that's it. Sowieso, zoals je kan zien, heeft deze aan beide kanten een inkeping. Dus dat is ook wel een dingetje waar je op moet letten. Want bij sommige schakelhorloges heb je inderdaad aan één kant maar zo'n pinnetje zitten. Dus dan weet je precies aan welke kant je moet draaien. Dat is bij deze niet het geval. Dus je moet gewoon even goed naar de video's kijken op de website hoe je het kan doen als je er nog niet uitkomt. En voor de rest ben ik gewoon heel excited over dit horloge. Ik vind het gewoon echt fantastisch. Hij werkt goed.
Hij past gewoon overal bij. Het is stoer. Het is een heel tof horloge. En ik ga deze met heel veel plezier dragen. Dus nogmaals, check die website van Greenwatch. En ja, ik hoop in ieder geval dat ik jullie heb geïnspireerd met deze video. En wie weet heb jij een leuk cadeautje voor de feestdagen, voor je vriend of juist je vriendin. En het is in ieder geval een wat unieker cadeau. En ik vind het ook nog gewoon goed betaalbaar. Dat vind ik vooral belangrijk om erbij te zeggen. Want je gaat niet heel snel een horloge boven de 100, 150 euro kopen. Dus check even die prijzen op de webshop. Want het is echt een hele fijne prijs. Dus thanks for watching. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende video of vlog weer terug.